Wat eten we vandaag? Mexicaanse enchiladas met gehakt. Ik ga maken Mexicaanse enchiladas met gehakt. En daarvoor heb ik nodig maiswraps, gehakt, groene salsa, maiskolven, cottage cheese, kidneybonen, avocado en geraspte kaas. Ik ga beginnen met de maiskolf. Zet ik eventjes de grill aan. De oven staat aan al op 200 graden. Ik laat de grill even warm worden. Want ik ga de maiskolven grillen. En die hebben best wel wat tijd nodig, dus daar begin ik mee. Klein beetje zonnebloemolie. Rondom, zo. Mexicaans gaan we vandaag. Ik heb speciaal ook een beetje een rood truitje aangetrokken. Dat vind ik ook wel Mexicaans voor de gezelligheid. Die gaan op de grill. Zeker 10 minuten grillen. Straks nog even omdraaien. Maar die zijn alvast lekker gaar aan het worden. Dan ga ik beginnen met het gehakt. Heb ik een hapjespan nodig. Hoppa. Enchiladas zijn eigenlijk maispannenkoekjes of maiswraps. Gevuld uit de oven. Wat een leuk werkje ook om te maken. En vandaag gaan we ze vullen met gehakt en groene salsa en kidneybonen. Oeh, lekker. De hapjespannen is heet. Doen we wat zonnebloemolie in. Gehakt gaat erbij. Ik vind het ook echt een lekker gerecht als je eters krijgt. En vooral denk ik als je kinderen, vriendjes of vriendinnen mee naar huis hebben genomen en blijven eten. Ik spreid het gehakt een klein beetje uit. Kun je met een houten lepel doen of een deze siliconen spatel. Maar doe dat niet met een harde spatel, een ijzeren, want dan maak je de pan stuk. Kijk, je hoort het al. Dit gaat lekker aanbakken. Zout erbij. Peper. Groene salsa ga ik gebruiken. En dit is wat er allemaal in zit. Namelijk groene pepers, koriander, peper, zout, ui en knoflook. En ook nog een groene tomaat. Die zie je nu even in beeld. Die hadden we vandaag niet. Maar het is wel leuk om even te laten zien wat hierin zit. Oeh, een hard geluid. Kijk, die gaat al lekker kleuren. Het gehakt hoef je echt niet helemaal gaar te bakken. Anders wordt het ook best wel snel een beetje droog. Nog maar heel eventjes en dan doe ik al de salsa erbij. Ik mis eigenlijk nog mijn sambaballen. En mijn hoed. Die sombrero. Sombrero. En een beetje zon. Ondertussen even kijken naar de mais. Die draai ik even om. Oh, kijk eens. Oeh, vind ik leuk. Krijgt al een mooi kleurtje. Kun je ook makkelijk op de barbecue doen, hè? Heerlijk. Maiskolven. Ja. Kijk, het is nog een heel klein beetje roze, maar dat vind ik niet erg. De groene salsa gaat erbij. Vuur ietsje lager. Dus als je eens een keer wat langer de tijd hebt, kun je zien welke ingrediënten hierin zitten. Kun je het zelf maken. Ook hartstikke lekker. Ik meng het er doorheen. Ik hoor lekker de mais spruttelen. Dan de kidneybonen. Die ga ik even afgieten. Yes. Even afgieten. Kidneybonen hoort ook echt in de Mexicaanse keuken, vind ik. Even
En de kidneybonen gaan bij de pan. Even wat zachter zetten hoor. Gaat hard, gaat hard. Oh, mooi kleurtje. Even een kort slagje draaien. Zo. Kidneybonen er doorheen. Zo. Ik zet het vuur uit. Gehakt met de kidneybonen en groene salsa. Laat een heel klein beetje afkoelen. Kijk, die zijn bijna klaar. Weet je wat? Ik zet het vuur uit. Blijf ze nog een beetje napruttelen. Nu gaat het echte werk beginnen. Enchiladas. Maiswrapje. De pan erbij. Een lepel. Oh, ruikt al. Mexicaans. Weet je wat? Ik haal de maiskolf er alvast uit. Weet ik zeker dat het niet gaat verbranden. Zo typisch Jet natuurlijk, om dat dan weer te vergeten. En het geknetter houdt op. Ook fijn. Die zet weer. Gaan we straks mee aan de slag. Oké. De mais wraps. Ik doe een klein beetje gehakt in het midden. Als een soort van worstje leg ik het erop. Kunst is strak rollen, zodat ze niet meer open gaan. Handen uiteraard even gewassen. Bij mij rollen ze altijd open op het moment dat ik ze in de schaal leg. Ja, Jacco, je moet ook strak rollen. Strak, strak, strak. En precies ook op het flapje, daar leg je hem neer. Beetje aandrukken. Op het flapje. Het flapje. Strak rollen. Dit is ook wel een lekker werkje als je nog ergens een huisgenoot, kinderen, iemand thuis hebt zitten. Die een beetje lui op de bank ligt. Haal hem eraf. En help. Vraag om hulp met rollen. Ik gebruik ook echt wel veel mijn handen. Dat vind ik heel fijn. Dan kun je veel secuurder werken. Deze maiswraps zijn ook heerlijk te gebruiken voor als je in de middag, in plaats van een boterham bijvoorbeeld of een cracker, lekker vullen met cream cheese, avocado, zalm, kipfilet. Vaak heb je ook nog wel eens wat over. Dan gebruik je niet alle wraps. Dan kun je makkelijk de volgende dag eten. En de laatste. Dan, als finishing touch, heb ik nog een beetje groene salsa. Die ga ik er overheen draperen. Oh, heb ik de schaar natuurlijk weer nodig. Heerlijk peper, knoflook zit erin, koriander. Groene tomaten. Heerlijke saus. En nou, dit wrap zonder... Gaat net goed. Wrap zonder kaas. Dat zijn geen wraps. Jullie zijn het wel een beetje van me gewend, toch? Dit moet kunnen, ja. Soms laat ik even wat vallen. En de geraspte kaas gaat eroverheen. Het gaat zo lekker smelten. Tada! Heerlijk. Die gaat de oven in, 15 minuten. Zo, de enchilada zit in de oven. Nu heb ik tijd om je een echte barbecue tip te geven. Want het is natuurlijk allemaal weekend en we hebben zin om naar buiten te gaan. Ik ga een broodje barbecue maken. Dat zijn allemaal ingrediënten die je ook gewoon op je bord kunt leggen. Maar ik doe ze vandaag op een broodje. Barbecue tijd! Dit ziet er echt lekker uit. Dan wil ik gewoon elke dag barbecuen.
visburgers, barbecue worsten, speklap. Dus eigenlijk al het vlees wat je op de barbecue doet, kun je ook op een broodje doen. Maar vandaag maak ik echt een klassieke burger, een grillburger, op een broodje met een frisse homemade basilicum tzatziki. Wat hebben we daarvoor nodig? Grillburgers, cheddarkaas, bacon, echte hamburgerbroodjes en augurken. En voor de basilicum tzatziki Griekse yoghurt, knoflook en verse basilicum. De barbecue is heerlijk warm. Je hebt het ingevet met olijfolie. Gaat de burgers hierop. Die laat ik even rusten. Toch even tijd om te wachten. Even een beetje zonnebrand smeren hoor. De burgers liggen lekker te grillen. Ik heb dan de tijd om de tzatziki te maken. En tzatziki is echt zo'n heerlijke frisse saus voor bij de barbecue. Daarvoor heb ik nodig Griekse yoghurt, teentje knoflook. En dan naar mijn mini kruidentuintje, basilicum. Ik pak lekker veel. Oh, dit is zo'n lekkere frisse sausje. En zo, klaar. Deze zet ik even in de ijskast, zodat die koud kan blijven. Ga ik terug naar de burgers. En vandaag maak ik een grillburger. Maar je kunt natuurlijk ook heel makkelijk voor een vegetarische variant kiezen. Groenteschijf of een vegaburger. Die burgers zijn bijna klaar. Ik ga het broodje leg ik heel even ook op de barbecue. Even grillen. En de bacon die is al gaar, dus alleen een kwestie van warm worden. Die gaan ook op de barbecue. En je kunt ook zilverfolie op het rooster leggen, zodat de bacon er niet doorheen valt. En laten we die lekkere cheddarkaas niet vergeten. Hop, die gaat meesmelten. Nou, als je naar dit plaatje kijkt, dan is dat gewoon echt zo'n Amerikaanse hamburger wordt dit. Ik heb zo'n idee dat de burgers klaar zijn. Kijk eens. Een streepje, dat vind ik altijd fijn. Hamburger erop, beetje bacon, oh, lekker krokant, dan nog augurken erop, een goede dot van die tzatziki, oh, lekker. Een echte klassieke grillburger. Dat is echt een lekkere burger. De maiskolf, die is klaar. Die ga ik in stukjes snijden, tenminste ik ga er langs snijden. Een mooi mes voor nodig. Ja. Kijk, dan snij ik er zo langs en dan krijg ik als het goed is, ja, dit wil ik. Lange plakjes. Is ook wel leuk om dat zo te houden. Maakt natuurlijk niks uit als het een beetje uit elkaar valt. Maar ik vind dit er echt wel feestelijk en chic uitzien. Mooie grillaagje erop. Oh joh, dit ruikt zo naar barbecue. Dan heb ik echt zin om te barbecuen ook. Maar eerst die heerlijke enchiladas. Mais, heerlijk. Ik heb eigenlijk ook altijd wel een blikje mais in huis. Lekker voor een salade. Voor als topping op een soep. Kan allemaal. De avocado's. Ja, die zijn lekker rijp. Die snijd ik in blokjes. Het is altijd spannend of hij er mooi groen uitziet. Ja, perfect. En dan maak ik een ruitje ervan. Voorzichtig dat je er niet doorheen snijdt. Dan snij je in je hand. Zo. Dan schep ik het er zo uit. Pitje eruit wippen. Vroeger toen ging ik altijd een avocado pit begraven in de tuin. In de hoop dat er dan een avocado plant uitkwam. Nou, dat is nooit gebeurd helaas. Maar ik geloof wel dat het echt kan. Als je een pit, ik geloof dat je hem in een glas met water moet leggen of zoiets. Dat er echt een soort van plantje uit kan groeien. Maar ja, of je echt hier avocados kunt groeien, volgens mij is Nederland daar niet warm genoeg voor. 1, 2... Oeps. Ik doe een heel klein beetje azijn bij de avocado. Dat is echt puur voor de kleur, dat het niet zo snel bruin wordt. Klein beetje. Kun je ook met citroen doen, limoen, als je dat in huis hebt. Nou, dan gaat die heerlijke mais erbij. Voorzichtig mengen. Want ik wil juist ook dat die mais heel blijft. En dat de avocado heel blijft. Beetje zout en een beetje peper. En wil je dit recept nog een keertje nalezen of nakijken?
Dan kun je naar jumbo.com. Daar staat alles. Of naar de app. Dat is ook een goed idee. En ik ga naar de oven. Hoe gaat het met de oven en de enchiladas? Bijna klaar. 2 minuutjes. Doe ik alvast de cottage cheese of huttenkees, noem ik het ook wel eens. Doe ik alvast in een bakje. En vaak voor wraps of enchiladas wordt crème fraîche of zure room gebruikt. Dit is een wat lichtere kaas. Vind ik ook wel eens lekker voor afwisseling. Doe dit ook vaak op mijn boterham. Of een cracker. Heerlijk. Weet je wat? Doe ik ook alvast de salade in een bakje. Ik ben echt tevreden over mijn mais. Die ruikt lekker. Die ziet er mooi uit. Kijk eens. Nou. We kunnen bijna aan tafel. En die salade die is echt goed gelukt. Die ruikt al lekker. Als ik iets roods had in huis, dan... Ik had iets roods in huis toevallig. Had er een klein beetje een rood pepertje op gedaan of een tomaatje. Gewoon voor de kleur. Ach jongens, als ik jullie niet had, dan was het geen echt feestmaal geworden. Kijk. Nou, heb ik gelijk of wat? Ik ga de enchiladas uit de oven halen. Warm. Ruikt lekker. Oei, 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 oei. Verse uit de oven. Mexicaans enchiladas met gehakt. Lekkere salade erbij van mais en avocado. En een frisse cottage cheese. Nou, die enchiladas zijn nog echt heel heet. Daar wacht ik nog even mee. Maar ik heb wel echt zin in deze salade. Die mais heeft echt nog een bite. Lekker met die avocado. Eigenlijk ook heel lekker met die azijn, dat zuurtje. Cottage cheese, nou. Dit is echt een heerlijk comfortfoodgerecht.